Hoi, vandaag ga ik je laten zien hoe je deze feather armband kunt maken. Hij zit heel erg lekker, maar hij is best wel lastig om te maken, dus ik ga natuurlijk mijn best doen om deze aan je uit te leggen. Ik wil ook nog even bedankt zeggen tegen de mensen die foto's hebben ingestuurd. Ik vind het altijd super leuk om jullie nieuwste foto's en creaties te zien. Vanaf nu komen de foto's alleen nog maar op de website te staan. Dus stuur je foto's op via de link onder deze video in de beschrijving. En zo kunnen jullie elkaar en mij jullie nieuwste creaties laten zien. En ik vind het ook altijd leuk om te zien welke kleuren jij hebt gebruikt voor de nieuwste armband. Nou, laten we beginnen. Nou, zo ziet de armband er van dichtbij uit. Ze zitten heel erg lekker, want het zijn hele platte armbanden. En ik ga je laten zien hoe je deze armband in deze kleuren kunt maken. Maar je kunt uiteraard ook spelen met andere kleuren, want dat is ook heel erg leuk om te doen. En dit is wat je nodig hebt. Je hebt een rainbow loom nodig. 47 zwarte elastiekjes. 8 rood, oranje, geel, groen, blauw. En 4 paars en roze elastiekjes. Een C of een S-clipje. En je haak. Zorg ervoor dat de 3 rijen van je loom gelijk naast elkaar staan en dat de openingen van de pinnetjes van je afstaan. Pak je eerste elastiekje erbij. Ik heb een zwart elastiekje hiervoor voor de omtrek van de armband en je begint op het onderste pinnetje op de middelste rij. En je rekt het elastiekje uit naar het onderste pinnetje op de linker rij. Daarna pak je een nieuw zwart elastiekje erbij en je begint op het pinnetje waar je net bent geëindigd en je gaat direct naar boven. Dus van het onderste pinnetje op de linker rij naar het tweede pinnetje op de linker rij. En zo ga je door met je zwarte elastiekjes helemaal tot aan het allerlaatste pinnetje op de linkerrij. En als je op het allerlaatste pinnetje bent aangekomen, dan willen we nog een extra elastiekje toevoegen. Vanaf het laatste pinnetje op de linkerrij naar het laatste pinnetje op de middelste rij. Als dit te snel voor je is gegaan, zet even de video op pauze en speel weer af als je klaar bent voor de volgende stap. En de volgende stap is de rechte rij doen. Dus je begint op het onderste pinnetje van de middelste rij en je rekt het elastiekje uit naar het onderste pinnetje van de rechte rij. En daarna maak je deze hele rechte rij af. Dus je doet elastiekjes van het ene pinnetje naar het pinnetje erboven. Allemaal op de rechte rij. En uiteraard, dit doe je weer helemaal tot aan het allerlaatste pinnetje. En van het allerlaatste pinnetje op de rechte rij, rek je een elastiekje uit naar het allerlaatste pinnetje op de middelste rij. Zo, en nu zijn we klaar met de omtrek. En nu gaan we aan de binnenkant van de armband werken. Dus je pakt een zwart elastiekje erbij en je begint op het onderste pinnetje van de middelste rij. En je rekt hem uit naar het tweede pinnetje op de middelste rij. Daarna pak je je eerste gekleurde elastiekje erbij. En vanaf het eerste pinnetje op de linker rij, rek je hem uit schuin rechts naar boven naar het tweede pinnetje op de middelste rij. En dat doe je ook aan de rechterkant. Dus vanaf het eerste pinnetje op de rechter rij naar het tweede pinnetje op de middelste rij. Dus deze gaat schuin links naar boven. Daarna pak je weer een zwart elastiekje erbij. En vanaf het pinnetje waar je net bent geëindigd, dus het tweede pinnetje op de middelste rij, rek je een elastiekje uit naar het derde pinnetje op de middelste rij. En dan vanaf het tweede pinnetje op de linker rij, rek je hem uit naar het derde pinnetje op de middelste rij. En dat doe je ook vanaf het tweede pinnetje op de rechter rij. En je rekt hem uit naar het derde pinnetje op de middelste rij. En zoals je kunt zien lijkt het alsof je gewoon pijltjes in verschillende kleuren maakt. Dus je pakt weer een zwart elastiekje erbij en die rek je uit vanaf het laatste pinnetje op de middelste rij waar elastiekjes op zitten naar het pinnetje erboven. En daarna rek je weer gekleurde elastiekjes uit naar dat laatste pinnetje op de middelste rij, zodat het pijltjes worden. En ik gebruik uiteraard de kleuren van de regenboog, vanaf rood, oranje, geel, groen. En dan, wat gebruiken we hierna? Oh, blauw, paars en roze. En daarna begin ik weer verder met rood, oranje, enzovoort, enzovoort. Ik versnel dit stukje weer eventjes, want ik denk dat ik het wel redelijk goed heb uitgelegd. Dat je het nu uit je hoofd kunt. En mocht je het nog een keertje willen horen, dan kun je even de video terugspoelen. En dan kan je het weer opnieuw horen. Nou, vergeet niet een zwart elastiekje vanaf het ene laatste pinnetje op de middelste rij naar het laatste pinnetje op de middelste rij te doen. En dan ook je kleuren elastiekjes vanaf het ene laatste pinnetje op de linker rij naar het laatste pinnetje op de middelste rij. En dat doe je ook aan de rechterkant natuurlijk. En zo ziet je loom er tot nu toe uit. Maar we zijn nog niet klaar met de binnenkant van de armband. Dus we pakken weer onze eerste kleur erbij. Dit is rood. We beginnen op het onderste pinnetje van de middelste rij. En in plaats van een pijltjesvorm maken we nu een V-vorm. Dus vanaf het onderste pinnetje op de middelste rij naar het tweede pinnetje op de linker rij. En vanaf het onderste pinnetje op de middelste rij naar het tweede pinnetje op de rechter rij. En dan ga je 1 pinnetje omhoog op de middelste rij. En dan pak je je volgende kleur erbij, dus dat is oranje. En vanaf het tweede pinnetje op de middelste rij ga je
naar het derde pinnetje op de linker en dan op de rechter rij. En zorg ervoor dat je ook eerst links en dan rechts doet. Want anders gaat het een beetje fout met haken. En het is op zich niet zo'n heel erg probleem, maar je armbandje komt er gewoon minder netjes uit te zien. En dat is jammer als je er zo hard aan werkt. Dus, dan maak je dit af met al je kleuren. Ik duw al deze elastiekjes even naar beneden, want anders heb ik geen plaats meer voor de nieuwe gekleurde elastiekjes. En ja, als je een beetje moeite hebt met het onthouden, kun je er ook naar kijken dat je elk gekleurde elastiekje een kruisje van maakt. Dus, nou, ik denk dat dat wel een redelijke uitleg is en dat je het zelf moet kunnen. Vergeet natuurlijk niet om de video op pauze te zetten en weer af te spelen als je klaar bent voor de volgende stap. En we zijn nu bijna bij het einde aangekomen en vergeet uiteraard niet vanaf het ene laatste pinnetje op de middelste rij gekleurde elastiekjes toe te voegen naar het laatste pinnetje op de linkerrij en het laatste pinnetje op de rechterrij. Zo, en nu zijn we bijna klaar. We moeten nog een capband toevoegen. Dus deze capband doe ik in het zwart met een zwart elastiekje. En je pakt een elastiekje vast en die doe je om twee vingers heen. En je rekt het elastiekje uit, draait hem in een achtvorm en vouwt hem weer terug dubbel over je vingers heen. En daarna doe je capband over het laatste pinnetje van de middelste rij. Zo. En dan pak je je loom vast en je draait hem om, zodat de openingen van de pinnetjes nu naar je toe staan. Dan pak je je haak erbij en dan beginnen we met haken. Yay! En het eerste gedeelte wat ik je nu ga uitleggen is een beetje anders dan de rest van het patroon, dus let goed op. Je wilt dit elastiekje vastpakken vanuit de binnenkant van al deze elastiekjes op de onderste pin op de middelste rij. Dus je stopt je haak in al deze elastiekjes en je pakt het één na onderste elastiekje vast. En dit elastiekje is het elastiekje dat vastzit aan de onderste pin op de linkerrij. En die haal je omhoog en over dat onderste pinnetje op de linkerrij heen. Daarna stop je je haak weer in het midden van deze onderste pin op de middelste rij. En je wilt het elastiekje vastpakken dat aan de rechterpin zit. En het is heel belangrijk dat je dit vanaf de binnenkant doet van al deze elastiekjes. Je pakt het onderste zwarte elastiekje vast. En die haal je omhoog en over het onderste pinnetje heen van de rechterrij. En nu willen we het elastiekje vastpakken dat aan het pinnetje erboven zit. Dit is het onderste zwarte elastiekje. Dus vanuit de binnenkant, je drukt alle elastiekjes die erboven zitten even opzij en je pakt het onderste elastiekje vast. Die haal je omhoog en over het elastiekje, over het pinnetje erboven heen. En nu gaan we schuin links naar boven. En je moet even goed opletten dat je het juiste elastiekje vastpakt. Dus je wilt ook echt het elastiekje vastpakken dat vastzit aan het tweede pinnetje op de linkerrij. Dus die haal je omhoog en over dat pinnetje heen. En doe dat ook vanuit de binnenkant van, in dit geval, de capband. De capband is het enige bandje dat nog over is. En dat doe je ook aan de rechterkant. Je pakt gewoon het onderste elastiekje vast en dat is het blauwe elastiekje in dit geval. En dan willen we nu het pijltje haken. Dus vanuit het onderste elastiekje op de linkerrij haak je het gekleurde elastiekje vast aan het tweede pinnetje op de middelste rij. Dus je drukt het bovenste elastiekje opzij en je pakt het tweede elastiekje vast of het gekleurde elastiekje vast. En die haal je over dat tweede pinnetje heen op de middelste rij en dat doe je ook aan de rechterkant. Zorg er dus echt voor dat je alle elastiekjes die erboven zitten opzij drukt. Hier ga ik even de fout in, maar ik zorg er nog steeds voor dat ik het bovenste elastiekje opzij druk. Want anders haak je alle elastiekjes niet aan elkaar vast en dan komt je armbandje niet. Dan wordt je armband geen armband. Dus laten we het daarop houden. En daarna doen we gewoon de linker en de rechterkant. Dus vanuit de binnenkant van de pin en alle elastiekjes pak je het onderste elastiekje vast. En die haal je omhoog naar het tweede pinnetje op de linkerrij en het tweede pinnetje op de rechterrij. Zo, dus nu dat we dit hebben gedaan, kan ik je het patroon uitleggen, zodat je de rest van je armbandje zelf kan loomen. Dus vanuit het tweede pinnetje op de middelste rij, loom je schuin links naar boven. Daarna schuin rechts naar boven. Dan recht naar boven. Daarna vanuit het tweede pinnetje op de linkerrij, schuin rechts naar boven. En
Vanuit het tweede pinnetje op de rechterrij schuin links naar boven. En dan gewoon de linker en de rechterkant. Misschien een beetje veel om te onthouden, dus ik ga het je laten zien. Je pakt dit elastiekje vast dat tussen deze twee pinnetjes zit. Vanuit de binnenkant van al deze elastiekjes op de tweede pin op de middelste rij. Dus je drukt al deze elastiekjes opzij. En je kijkt heel goed dat je het juiste elastiekje vastpakt. En dit elastiekje zit dus vast aan het derde pinnetje op de linkerrij. Die haal je omhoog en over het derde pinnetje op de linkerrij heen. Daarna doe je dat aan de rechterkant. Dus het elastiekje dat tussen deze twee pinnetjes vastzitten. En je duwt met je haak eigenlijk alle elastiekjes een beetje opzij. Zodat je het juiste elastiekje vast kunt pakken. En dat doe je over het derde pinnetje op de rechterrij heen. En daarna gaan we recht naar boven. En dit is gewoon het, als het goed is, het onderste zwarte elastiekje. Dus dat is makkelijk, dat hoef je niet zo op te zoeken. En uiteraard doe je dit vanuit de binnenkant van al deze elastiekjes. En daarna gaan we vanuit de linkerrij naar binnen werken. Dus zorg ervoor dat je haak binnen deze elastiekjes zit. En je pakt het groene elastiekje vast. Of in ieder geval het elastiekje vast dat tussen deze twee pinnetjes zit. Die haal je om het derde pinnetje van de middelste rij heen. En vanuit het tweede pinnetje op de rechterrij pak je dit elastiekje vast dat tussen die twee pinnetjes zit. Die haal je omhoog en om het derde pinnetje van de middelste rij heen. En daarna doen we gewoon de linker en de rechterkant. Dus vanuit de binnenkant van deze elastiekjes pak je het onderste elastiekje vast en die haal je over het pinnetje daarboven heen. Nou, ik ga het je nog een keertje laten zien. Dus vanuit het derde pinnetje op de middelste rij gaan we schuin links naar boven. En daarna schuin rechts naar boven. Dan recht naar boven. Dan vanaf de linkerkant gaan we schuin naar binnen. En vanaf de rechterkant schuin naar binnen. En dan gewoon de linker en rechterkant. Dus, we gaan eerst vanuit het middelste pinnetje links naar buiten werken. En dan rechts naar buiten werken. Daarna vanaf het middelste pinnetje naar boven werken. Dan vanaf het linker pinnetje gaan we schuin naar boven naar het middelste pinnetje werken. En dat doe je ook aan de rechterkant. Ik pak hier verkeerde elastiekjes vast. Zorg ervoor dat je echt het juiste elastiekje vast hebt. Dan komt hier het beste uit te zien en dan valt hij ook zeker weten niet uit elkaar. En vergeet dan ook niet de linker en de rechter rij te doen. Ik zeg het nog een keertje. Schuin links, schuin rechts naar buiten, naar boven. Links naar binnen, rechts naar binnen, links en rechts. Dus vanuit het vierde pinnetje op de middelste rij werken we schuin links naar buiten en dan schuin rechts naar buiten. Let altijd op dat je ook inderdaad het elastiekje vastpakt dat aan het pinnetje zit waar je naartoe gaat. En daarna gaan we vanuit de linkerkant naar binnen werken. En dan vanuit de rechterkant naar binnen werken. Oeps. En vergeet natuurlijk niet gewoon de linker en de rechterkant te doen. Dus dan werk je gewoon direct naar boven. Dus, ik ga het nu versnellen, maar ik herhaal het nog een keertje. Schuin links naar buiten, schuin rechts naar buiten, naar boven, van links naar binnen, rechts naar binnen en dan de linkerkant en de rechterkant. Nou, ik weet dat het best wel lastig is om te onthouden en het is ook heel veel om in één keer te doen, zeker als je het niet geoefend hebt. Dus ik raad het je aan om gewoon even terug te spoelen en het nog een keertje te beluisteren, mocht je dat nodig hebben of mocht je het even vergeten zijn. En dat is helemaal niet erg, dus gewoon vooral doen. Maar als je denkt dat je het wel zelf kan, dan mag dat ook. Zet de video dan gewoon even op pauze en speel hem weer af zodra je klaar bent voor de volgende stap. Ik laat je hier nog even het allerlaatste gedeelte zien. Het is gewoon precies hetzelfde patroon, schuin links naar buiten, schuin rechts naar buiten. Recht naar boven, dan vanaf de linkerkant naar binnen werken en vanaf de rechterkant naar binnen werken. En dan ook de linker en rechter rij. En dat laat ik hier even zien. En wat je dan nu nog even moet doen, is op de laatste pinnetjes op de linker en rechter rij
hebben nog een zwart elastiekje zitten. Dus die wil je ook nog eventjes naar het laatste pinnetje op de middelste rij haken. Dus vanuit het laatste pinnetje op de linkerrij pak je het zwarte elastiekje vast. Onderste zwarte elastiekje. En die haal je over het laatste pinnetje op de middelste rij heen. En dat doe je ook aan de rechterkant. En zorg er natuurlijk voor dat je dit zwarte elastiekje vastpakt vanuit de binnenkant van alle elastiekjes daarboven. Nou, en dan zijn we klaar met het loomen van deze armband. Tenminste, het moeilijkste gedeelte ervan. En dan stop je haak door het laatste pinnetje op de middelste rij heen. Die haal je er helemaal doorheen, zodat je de onderkant kan zien. En die kan je nu net even niet zien op de camera, jammer genoeg. Maar we doen daar een zwart elastiekje omheen, dus op je haak. En de andere kant van het elastiekje hou ik vast met de vinger. En dan haal ik mijn haak weer terug door al deze elastiekjes heen. Dus helemaal naar boven. En ik haal het elastiekje er niet helemaal doorheen, gewoon halverwege. En dan stop ik mijn haak door de andere kant van het elastiekje heen. En dan doe ik dit dubbelgevouwen elastiekje op het dikke gedeelte van mijn haak. Want ik wil niet dat er te veel druk op het dunne gedeelte van mijn haak komt te zitten als ik het armbandje ervan aftrek. En dan zijn we klaar om het armbandje van je loom af te halen. En doe dit eerste gedeelte even langzaam en voorzichtig. Want er zijn heel veel elastiekjes en ze zullen er wel heel strak om je pinnetjes heen zitten. En hier viel mijn elastiekje even vanaf het dikke gedeelte, van het dikke gedeelte af. Sorry, ik zeg het verkeerd. Maar ik doe hem er weer terug op. En dan de truc is om eerst je armband uit te rekken en dan omhoog te halen. Dus rek het uit naar achteren en omhoog. En dan kan je heel makkelijk even een stukje van je loom afhalen. En zo zet hij hier gewoon het minste druk op je armband. Dus als het goed is, moet dat gewoon lukken en heb je daar niet zo heel veel moeite mee. En als je alles helemaal goed hebt gehaakt, dan komt hij er zo uit te zien. Dus de achterkant. En die andere kant is uiteraard de voorkant. En nu willen we nog even een verlenging maken, want dit is nog niet lang genoeg. Dus pak je loom erbij en draai hem weer terug om, zodat de openingen van de pinnetjes van je afstaan. En dan pak je zwarte elastiekjes erbij. Of elastiekjes in de kleur waar jij de verlenging van wilt hebben. Voor deze verlenging gebruik ik 5 elastiekjes. Want ik vind dat het wel prima zit om een pols. Maar als je een kleinere pols hebt, gebruik dan minder elastiekjes. Of meer als je een grotere pols hebt. We pakken 1 elastiekje erbij. En we rekken hem uit over de eerste 2 pinnetjes op een willekeurige rij. En daarna vanaf het tweede naar het derde pinnetje, vanaf het derde naar het vierde pinnetje. En zo ga je door totdat je alle elastiekjes hebt gebruikt van je verlenging. En dan op het allerlaatste pinnetje zetten we het elastiekje wat nog om je haak zit. Dus deze haal je van je haak af. Laat hem nooit los, want dan valt je armband uit elkaar. En dit elastiekje doen we om het laatste pinnetje waar je verlenging op zit. En dan draaien we de loom om, zodat we er makkelijk bij kunnen om te haken. Dus pak je haak erbij natuurlijk. En op het eerste pinnetje waar elastiekjes op zitten, willen we het elastiekje vastpakken dat aan de volgende pin vastzit. Dus je stopt je haak binnen in de elastiekjes van je armband. Die druk je opzij en je pakt het onderste elastiekje vast dat om het volgende pinnetje heen zit. Die haal je omhoog en over het volgende pinnetje heen. En dat doe je ook voor de volgende pin. Dus je drukt deze elastiekjes opzij. Je pakt het onderste pinnetje, onderste elastiekje vast. En die haal je over het volgende pinnetje heen. En zo ga je door tot aan het einde. Wat ik fijn vind is dat ik rek het laatste elastiekje uit naar een pinnetje ernaast. Dit hoeft niet. Maar ik vind het gewoon makkelijker om een C of een S-clipje erop te drukken. Dus dan pak je je clipje erbij. En die doe je om deze 2 elastiekjes heen. Zo. En nu kun je deze verlenging van je loom afhalen. En om hem natuurlijk helemaal af te maken, zet je de C of je S-clipje aan de andere kant van je armband vast. Dus ik zoek de capband op van mijn armband. Dat is gewoon het middelste elastiekje aan het einde. Dus dat is wel het mooiste om daar je andere kant aan vast te klippen. En als alle elastiekjes in de C of de S-clip zitten, dan is je armband nu af. En dan kan je hem natuurlijk eventjes netter maken door een beetje uit te rekken. Maar hij ziet er op zich al gewoon heel goed uit als je hem direct van de loom afhaalt. En zoals je kunt zien is hij vrij plat. En ik ga hem nu op mijn pols doen, want hij zit gewoon zo lekker. En zoals je al had gezien, aan het begin van deze video heb ik deze armband ook in andere kleuren gemaakt.
En die zijn ook super leuk. Dus je kunt natuurlijk 2 kleuren gebruiken. Of 3 of 15 of 110 kleuren gebruiken. Wat je zelf wilt. Kijk ook natuurlijk even naar de achterkant van je armband. Want die is ook heel erg leuk. En soms is het ook gewoon fijn om de armband aan de andere kant te dragen. Want dat is gewoon net even iets anders. Trouwens, als je het leuk vindt kun je me ook volgen op Instagram, Twitter of Facebook. En op die sociale media heet ik DX Dutch. En dat is mijn naam die ik gebruik voor mijn Engelse YouTube kanaal waar ik op zing. Want dat is het eerste YouTube kanaal wat ik ooit heb gemaakt. Dus zeg even hoi, ik hoop dat ik je daar zie. En dan zie ik je natuurlijk ook weer in de volgende video. Doeg!